Ik werk als trainer op het Presbyterian Lay Training Center in Tamale, een grote stad in het noorden van Ghana. Daar train ik samen met mijn collega's, leiders en ouderlingen uit de jonge gemeenten in Noord-Ghana. De kerk in Noord-Ghana bestaat pas een aantal decennia. En daarom heeft het ook niet, zoals het zuiden van het land, al een hele christelijke cultuur. En heeft de kerk daar nog niet zoveel impact gehad. En je merkt dus dat in het noorden van Ghana de kerk nu aan het ontstaan is. En mensen aan het ontdekken zijn wat het betekent om kerk te zijn. En dat hoeft dus geen kopie te zijn van hoe dat in het westen gaat of in het zuiden van het land. Maar dat moet een manier zijn die past in de cultuur. De kerk in het gebied die moet dus echt gevormd worden door de mensen zelf. En de mensen, de lokale mensen in de dorpen, die zijn de kerk. En omdat er ook zoveel verschillende stammen en culturen weer zijn, merk je dat de kerk echt vorm aan het krijgen is op hele verschillende manieren. In elke stam is het weer anders. Omdat de kerk in dit gebied echt pas net ontstaan is, er zijn er ook heel weinig predikanten. En dat betekent dat het leiderschap van de gemeente echt neerkomt op de lokale mensen, op de ouderlingen en ook op de mensen die ze daar caretakers noemen, de leiders van de gemeente. En zij moeten het werk in de gemeente daar doen. Zij doen het preken, de liturgie, het pastoraal werk, alles wordt door deze vrijwilligers gedaan. Steun het zendingswerk van Kerk in Actie en de Presbyteriaanse Kerk in Noord-Ghana. Het is ontzettend mooi om te zien hoe de kerk in dit gebied groeit en leeft. Met uw bijdrage investeert u in jonge christenen en nieuwe kerken. Geef, zodat christenen in dit gebied zelf hun kerk kunnen opbouwen.